Potje aan het opscheppen, maar dat mocht niet meer. Je moet ze weg. Iedereen wordt in de gaten gehouden. Ja, waarheen dan, joh? Doet die kamer nu even uit de tram gemaakt. Kunnen we een nieuwe lockdown nog voorkomen? Is de tweede golf inmiddels een feit? Steden zetten zich schrap. Het aantal besmettingen fors toeneemt. Volgeladen worden met lijken omdat de crematoria het niet meer aankonden. De terrassen zitten bomvol in Den Haag. De supporters van Willem II hielden zich totaal niet aan de coronaregels. Gewoon je bek houden, gewoon je bek houden, gewoon je bek houden, gewoon je bek houden. Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten, die nooit hun bek zullen houden. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Yo everybody, this is your homeboy Jens Bala in the house, hanging out with my homeboy Rupert Pupkin, wearing my media, his virus hoodie. Dope. Fuck the media. Media ain't for us, man. Media ain't for us. Media is the fucking virus. Fucking virus. Fuck the media. Ik heb dus mijn hoodie aan. Ik word een heel ander mens, zoals jullie al zien. Ik gedraag me heel anders. Ik voel me stoerder. Ik voel me 30 jaar jonger. Maar hij zit echt fantastisch. En dat brengt mij op zich een keer in een goede stemming. Zo aan het begin van de show. Omdat, bedoel, als je de media gevolgd ook deze week weer hebt. Het is echt. Ja, zie je, daar ga ik alweer. Maar het is echt, deze gasten gaan zoveel grenzen over. Ze gaan zo ver in hun asociale, ophitsende gedrag. En het is zo bizar dat er nog steeds mensen zijn die bijvoorbeeld zeggen, omdat wij hier gewoon met de cijfers werken, wij willen mensen het juiste, nuchtere beeld geven van wat hier allemaal aan de hand is. Dat zorgen we zeggen dat wij de ophitsers zijn. Dat wij de ophitsers zijn. Het is bizar. Het media is het virus. Media zijn de complotdenkers. Waar anders heb je 3,5 jaar lang bijna iedere dag in de krant moeten lezen, voornamelijk natuurlijk in de States, dat Donald Trump een Russische spion is, waar uiteindelijk niks van waar bleek te zijn. Het is complottheorie na complottheorie, ook over corona, lees je dagelijks in de mainstream media. En zij zijn de mensen die dan andere mensen gaan lopen verwijten wat de complotdenkers zijn en wat de factcheckers en wat de feiten zijn. Media is het virus en daarom koop dit shirt, koop een hoodie, doe iets, je steunt ons ermee, straal het uit. En ik heb zoveel mails, ik wil echt heel veel mail doen vandaag, maar mensen die in de supermarkten worden aangesproken, op straat worden aangesproken en mensen die duimen opsteken, want media is het virus. Ze gaan maar door. Kijk nou in België. En we hebben eerst heel veel kijkers en luisteraars in België. Hartstikke goed. En jongens, ik leef echt met jullie mee. Want ik vind België een van de meest, ik ga het gewoon zeggen, misbruikte landen in Europa. En we zijn allemaal aan de beurt geweest en zijn we nu aan de beurt. Maar als het gaat om België, met daadwerkelijk dat corrupte Brussel. Want dat is natuurlijk in principe in België, dat land door jullie leiders, door de regie voor Hofstads en dat soort mensen. Jullie land is al lang verdeeld, verkocht en ze hebben niet eens meer vertrouwen in België. Ze hebben niet eens meer vertrouwen. Ze roepen het wel bij verkiezingen altijd en dan doen ze het tegenovergestelde. Dat is hier in Nederland ook aan de gang, maar België nog een tandje erger. En jullie media zouden zich kapot moeten schamen of zouden berecht moeten worden voor misleiding en angstzaaierij. Het laatste nieuws, waar die nou weer komen. Dit is van Peter, die kijkt elke dag naar je, Jensen. Maar moet je kijken, dit is dan het laatste nieuws vandaag. Hoe durven ze? Cijfers van dag 1 vergelijken met nu. Ja, dag 1 is inderdaad het minst. Weet je wat, dat is echt helemaal aan het begin van die coronaperiode. We wisten ook niet eens hoe ze moesten testen en dat soort dingen. En dan gaan ze dat nu naast elkaar zetten in de headlines. 15 maart, 266 patiënten in het ziekenhuis. Nu 1050 op 8 oktober. Maar je moet het natuurlijk inderdaad vergelijken met april of zoiets. En dan zie je dat
nu helemaal niet uit de hand loopt. En het is alleen maar omdat ze hebben een... Die media die hebben een soort van satanisch... bevredigend gevoel krijgen ze... van zoveel mogelijk mensen onderdrukken en in angst houden. En wat ik net zeg, zij zijn de complotdenkers. En zij zijn de allerlaatste die bijvoorbeeld zouden moeten factchecken. Want dat willen ze het liefst. Hè? Zij willen gezien worden als de partij die daadwerkelijk als enige de feiten presenteert. En zo heeft nu.nl, dit is niet te geloven, dat verschrikkelijke nu.nl, waar je overigens, als je in de commentaren kritiek geeft op klimaatverandering en het beleid, dan word je meteen bestempeld als een klimaatverandering ontkenner. En word je verwijderd. Mag je nooit meer posten op nu.nl. En dat is een officieel standpunt geweest. En ik heb zelfs een keer een reactie gekregen persoonlijk. Van de hoofdredacteur van nu.nl. Die bevestigde van ja. Als je niet 100% meegaat in het verhaal. Dat wij mensen verantwoordelijk zijn. Voor die enorme temperatuurstijgingen van niks. Als je daar niet in meegaat. Dan word je verwijderd van ons platform. Dus nu.nl is alles behalve een journalistiek platform. Waar meerdere geluiden te horen zijn. Of gewoon neutrale berichtgeving voorbij komt. Want dat is het allerlaatste. En zij zijn dus ook de allerlaatste die zouden moeten factchecken. Want het zijn geen feitenverspreiders. Het is een propagandamachine nu.nl. Overigens ook in handen van Belgen, hè. De hele Nederlandse media is in handen van de Belgen. AD, Telegraaf, Volkskrant, nu.nl. Gekocht door Brussel. En het zijn niet de Belgen, de goede mensen. Was dat maar zo? Nee, het zijn die machtswellustelingen in Brussel. Die hebben gewoon allemaal geld gegeven aan die Belgische... paar van die idiote miljardairs. Het zijn er twee. Van Tillo en hoe heet die andere? Hoe heet die andere douchebag? Ik weet het niet. Ik ga ze nog wel eens een keer exposen. Niet bang zijn voor miljardairs, joh. Het zijn bluffers. Het zijn doodsbang. Zitten thuis in die villa's. En dan kopen ze alles op. En dan hopen ze maar dat ze nooit gepakt wordt. Nooit gepakt worden. Dat zijn miljardairs. Nooit bang voor zijn om daarover uit te spreken. Joh, fuck hem. Hey, zie je, dat komt door de hoodie. Fuck van Tillo. In ieder geval. Ik ben voor niemand bang. Maar die hebben alle media in handen. Nu.nl ook. Maar gaat nu.nl gaat factchecken. Waar gaan ze over factchecken? Iets wat ik gisteren volgens mij in de uitzending behandeld heb. Dat is gewoon het document waar het heel duidelijk staat. Waarin duidelijk staat dat een Europees vaccinatiepaspoort... Gewoon op de agenda staat van de EU. Heel duidelijk te zien. Het is gepland voor 2023. 2022. Het staat hier heel klein. Maar 2022 staat er inderdaad een vaccinatiepaspoort. Dat staat gewoon op de agenda. Dat willen ze er doorheen douwen. En je ziet alles wat er nu aan de hand is. Met dat ze op Heathrow zijn ze al experimenteren. Italië kom je niet binnen zonder een verplichte coronatest. Het gaat zomaar door. Dus ze zijn ons allemaal ervoor aan het klaarstomen. Maar dan heb je dus nu.nl. Die controleert berichten op hun betrouwbaarheid. Dit keer kunnen we naar de volgende bewering. De EU werkt in het geheim aan een vaccinatiepaspoort. Waarmee reisbeperkingen kunnen worden opgelegd aan mensen die niet gevaccineerd zijn. Dit blijkt ongefundeerd. Zeggen ze. Dit blijkt ongefundeerd. En dan gaan ze hem helemaal uitleggen. En dan gaan ze hem helemaal spinnen. En als je het hele artikel leest, weet je waar het op uitkomt. Is dat het enige wat ze zeggen is van het is er nog niet doorheen. Maar dat ze dat aan het voorbereiden zijn, is het enige wat wij hier rapporteren. En wat gewoon overduidelijk te zien is. En we kunnen nu gewoon zien, connect the dots, om het maar zo te zeggen. Je ziet waar het naartoe gaat. Naar zo'n vaccinatiepaspoort. Alles wat nu gebeurt. Dat is heel duidelijk, al die berichtgeving. Het gaat er naartoe. Maar de factcheckers van nu.nl die zeggen dus het is ongefundeerd. Omdat het er nog niet doorheen is. Ja, het is nog niet 2023. Maar het staat op de agenda. Maar nee hoor. De factcheckers, de journalisten van nu.nl. Het stelletje 22-jarige puisterige mannetjes met mannenknotten en Louis Vuitton mannentassen. Die 1100 euro per maand verdienen. Die gaan dat factchecken. Nou, anyways. Dus deze video zal ook wel verwijderd worden. Want volgens mij doen ze dat nog steeds. Bij Facebook en zo. Zij zijn de factcheckers van Nederland. Ja, rot op. En het media is zo erg. Het is zo virus geworden. Maar in de breedste zin van het woord. In Nederland hadden we de
televizieruitreiking. En dat is een belachelijke prijs. Televizier Magazine, dat is zeg maar het omroepblad van de AVRO. Wat ongeveer 12.000 man in Nederland een abonnement op hebben. De AVRO is niks meer. Maar de televizier is, bestaat nog steeds. Publieksprijs en dat soort dingen. Zo'n doorgestoken kaart van A tot en met Z. Maakt niet uit. Domme mediamensen die vinden het nog steeds belangrijk. Die denken nog steeds dat het waarde heeft. Het heeft nul waarde. En dat blijkt maar weer gisteren. Want gisteren won Tim Hofman. Tim Hofman is een of andere rare woke. Ook zo'n mannenknot dragende, bebaarde man die de tranen uitbarst als zijn nagel breekt. En die is zo'n woke-achtige gast. En die wint gewoon als grootste ster. Wint alle programma's. Weet ik wel wat hij allemaal gewonnen heeft. Maar hier zie je, dit is een trend. Wat de media probeert dan een beeld te scheppen van dit zijn de succesvolle mensen tegenwoordig. En dit zijn de mensen die echt hip en cool en in zijn en succesvol. Heeft niks met de realiteit te maken, heeft niks met de werkelijkheid te maken. Maar het gaat alleen maar om uitstraling. Het gaat om de beïnvloeding van de maatschappij. Dat is hetzelfde met wat de nieuwsmedia doet met die headlines. Dat is hetzelfde wat die fake pijlers doen. Het is de beïnvloeding van de maatschappij. Dat willen ze. Ze willen gewoon de publieke opinie beïnvloeden. Dat is waarom ze het doen. Peilingen zijn daarvoor bedacht. En die zijn zo fake als maar kunnen. Zo fake als maar kunnen. Net zoals prijzen en awards. En dat is een doorgestoken kaart. En dat zie je aan Tim Hofman. Want het is, het is een bijzonder oninteressant iemand. En die wint al de grootste prijzen. Maar dat zit in lijn met wat bijvoorbeeld Hollywood nu ook al een tijdje aan het doen is. En wat ze nu gewoon officieel, waar ze voor uitkomen. Dit is het nieuws van deze week. Het is ongelooflijk. Oscars. Alleen diverse films komen in aanmerking voor de beste picture. Dus zeg maar de picture of the year, weet je wel, de Oscar voor best picture. Kan alleen nog maar gaan als het aan bepaalde criteria voldoet. En het moet divers zijn. Films die hopen te strijden om de beste film die een Oscar krijgt, zullen aan bepaalde criteria moeten voldoen. Dit zegt dus de Academy of Motion Pictures and Arts and Sciences. Dit is dus de organisatie die de hele Oscars organiseert en verantwoordelijk is ervoor. En die heeft nu regels. Er zijn 4 standaarden uiteengezet waarvan ze hoopt dat ze de vertegenwoordiging en inclusie zowel voor als achter de camera zullen stimuleren. Dus het is niet eens alleen op het beeld wat je ziet dat, hè, er moet een blanke mag erin. En dan het liefst 2 donkere. En dan een Mexicaan. En dan een homoseksueel. En een transgender in een rolstoel. Snap je? Dus alles moet vertegenwoordigd worden. Dat zien we natuurlijk al lang voorbij schieten. Die geforceerde, hele rare, altijd ongrappige. En het werkt ook helemaal niet, want het is te geforceerd. Er wordt nooit meer uitgegaan van wat is het beste verhaal? Hoe kan je het beste verhaal vertellen? Wie is de beste acteur? Nee. Het is die identiteitspolitiek die uiteindelijk gewoon bedoeld is om ons allemaal uit elkaar te spelen. Hè? Het is nooit om ons samen te brengen. Het is uit elkaar te hebben. Geef iedereen een label. Die. Dan kunnen we elkaar tegen elkaar uitgespeeld worden. Nou, het mooie is, wij trappen er gewoon allemaal niet meer in. En dat zie je dus, dat natuurlijk, ja, de kijkcijfers dalen, gaan naar beneden. Films, wanneer heb je nou voor het laatst echt een goede film gezien? Wanneer heb je nou voor het laatst echt een goede comedy gezien? Het bestaat gewoon niet meer, omdat het gewoon niet goed genoeg is. Maar toch douwen ze die agenda er doorheen. Want dat is hun functie tegenwoordig. Functie van de media, functie van Hollywood, om een politieke agenda er doorheen te douwen. En ze denken echt dat het werkt. En ik ben zo langzamerhand, denk ik dat zij zichzelf compleet in de voet aan het schieten zijn. Wat ik gisteren ook zei. Ze overspelen hun hand. Maar dan moeten we wel eerst uit deze corona-narigheid komen. Het moment dat wij als bevolking zeggen van ja, het is nu allemaal helemaal uit de hand uitlopen. Dit klopt allemaal niet. Wat je nu ook allemaal om je heen hoort. Hè? Dat mensen op allemaal verschillende niveaus. Maar die zeggen gewoon van er klopt hier iets niet. Nou, dat is een fantastisch begin. Het enige is, dan moeten ze gaan uitzoeken van wat is hier dan daadwerkelijk aan de hand. En als mensen echt zeggen genoeg is genoeg. Ik zei gisteren, als 40% gewoon niet meer meedoet met deze flauwekul, is het klaar. En ik ben terecht gecorrigeerd door een paar mensen. Die zeggen, nee Jensen, al is het maar 15%, al is het maar 10%. En daar hebben mensen gelijk in. Als van de 17 miljoen Nederlanders 1,7 miljoen niet meedoen, is het klaar. En die ook niet bang zijn. En die gewoon de confrontatie aangaan. En dan niet gewelddadig. Maar gewoon zeggen, joh, kap ermee met deze nonsens. Dan is het klaar. En daarom zeg ik, het is van politici allemaal bluf.
Het is allemaal bluf. En dat moet gebeuren eerst. En dan gaan mensen heel erg snel zien wat er aan de hand is. En dan zie je ook dat deze gasten gewoon aan het bluffen zijn en hun kaarten overspeeld hebben. En ze zijn het nu aan het doen. Met die domme regels. En ze gaan maar door. En dus ook die Oscars. Het is. Dus je moet nu echt een gedetailleerde lijst geven voordat je je film, zeg maar, in aanmerking komt voor een Oscar. Van zowel voor als achter de schermen. Dat de ondervertegenwoordigde groepen, waaronder vrouwen, raciale en etnische groepen, LGBTQ+, en mensen met een handicap, die moeten allemaal betrokken zijn bij die film. Voor en achter de schermen. En het moet acteren in de verhaallijnen waarin tenminste één van de hoofdrolspelers of belangrijke ondersteunende acteurs komt uit een ondervertegenwoordigde raciale of etnische groep. Creatieve leidinggevende positie, afdelingshoofden, samenstelling van de crew. Het moet allemaal, moet je allemaal van tevoren indienen. Dus die films worden nu zo gemaakt en andere films komen er gewoon niet in. En ik heb ook eens een keer, waarom ik ook denk dat de media, het enige wat ze zelf nog kunnen doen is uitstralen hoe succesvol ze zijn. Ah, hier komt Tim Hofman. Het is allemaal zo goed. En televisiering. Terwijl de kijkcijfers gisteren van zo'n televisiering, de kijkcijfers kloppen ook niet. Die zijn te hoog. Kijken niet zoveel mensen tv meer. Wie kijkt er nou tv nog tegenwoordig? Maar goed, ze hebben die kastjes, een systeem met kastjes. Dan 1000 kastjes in Nederland. En die vertegenwoordigen dan 17,3 miljoen mensen. Het is natuurlijk alleen maar waar zet je die kastjes neer en hoe zwaar laat je ze meewegen. Dus dan krijg je een getal. Die klopt niet. Daar hebben hier gisteren echt geen 1,8 miljoen mensen gekeken. Maar goed, dat is nog steeds ongeveer 1 miljoen minder dan het jaar ervoor. Het stort, flikkert helemaal in elkaar, die media. Alleen, ze hebben even de macht ook door corona weer terug kunnen grijpen. Hè? Ze hebben het weer terug kunnen grijpen. Omdat we toch inderdaad even weer, heel veel mensen zijn misleid om weer even dat nieuws te volgen. Maar ze waren dood. Dus het zijn die laatste strohalmen waar ze zich aan vasthouden. Maar ze schieten zichzelf in de voet omdat ze maken dingen die niemand meer wil zien, omdat het onnatuurlijk is. Denk je nou echt dat een transgender in een rolstoel iedere serie een transgender in een rolstoel wil zien? Nee, je wil gewoon iets leuks kijken. Het is toch niet te geloven. Maar het is zo corrupt. En hetzelfde geldt voor die debatten. Dus ik heb deze week even dat weer gezien van tussen Patty Bart en Mike Pence. Patty Harris. En Mike Pence, dat was een debat. Maar er kwam weer die moderator, diegene die moet leiden, die kwam er weer constant tussen. Net zoals de week daarvoor was Trump natuurlijk tegen Joe Biden. En het was pittig, het was heftig. En Trump onderbrak hem. En iedere keer kwam die Mike Wallace er maar in. En ook met zijn vraagstellingen, zijn anti-Trump vraagstellingen. Allemaal leidende vragen. Veel te veel. Ik heb opeens gerealiseerd, dit is zo'n verouderd format. Ik zit die debatten eigenlijk altijd te kijken met Adam Curry. Die zit dan in Austin, Texas. En ik zit midden in de nacht zit ik hier. Maar ik zei tegen hem, ik zeg, dit format is zo verouderd. Hij zegt helemaal mee eens. En ik denk ook dat dit de laatste ronde zal zijn van dat soort debatten. Die lijken alsof het debatten zijn. Maar eigenlijk doen ze er alles aan om het maar geen debat te laten zijn. Dus als twee mensen tegen elkaar gaan, komt die Mike Wallace en zegt, hey Mr. Trump, Mr. President, let him finish. Nee, jij moet je domme muil houden. Laat het nou gebeuren. Het is hetzelfde altijd in Nederland ook. Als ze dan van die debatten hebben, dan staat er altijd zo'n vrouw met een kort kapsel en zo'n vierkante bril. Nee, uw tijd is voorbij. Nee, uw tijd is voorbij. Laat mensen nou gewoon eens praten, debatteren met elkaar. Wees onzichtbaar, dat zijn die gasten nooit. Maar dat is omdat ze het willen controleren vanwege hun politieke agenda. Dus ook dat is. Dus nou zou er een tweede debat zijn tussen Trump en Biden in Florida. Maar nou zegt Biden opeens, ik wil. Oh nee, dat zogenaamd heeft de organisatie gezegd, we gaan het virtueel doen, want Trump heeft Kiana gehad. Terwijl Trump zegt, nee, ik ben zaterdag ben ik er alweer overheen. Ik kan die week erop is het allemaal veilig. Dan is het precies aan de regels en dan kunnen we het weer gaan doen. Maar nee, zogenaamd heeft de organisatie gezegd, niet Biden, niet oude seniele Joe. Nee, die organisatie heeft gezegd, we gaan het virtueel doen. Trump heeft gezegd, ik doe niet mee. En ik vind ook dat hij deze gewoon moet aflasten. Gewoon niet meedoen. Want die kom je ook weer over. Wie is dan de moderator? Wie is de gespreksleider van dit debat? Dat is een man die heet Steve Scully. Die werkt bij het
De organisatie C-SPAN, dat is een mediaorganisatie. En het gaat alleen maar over politiek, C-SPAN. Hij is daar journalist. Maar Steve Scully, komt hier naar buiten, is ooit stagiair geweest bij Joe Biden. En die moet dat gesprek leiden. Het is zo corrupt als maar kan. En ze hebben het zo lang hebben ze dat spelletje gespeeld. En mensen trappen er niet meer in. We zijn er klaar mee. Maar nogmaals, dan moeten we wel even uit deze corona-misleidende situatie komen. Want we worden onderdrukt van A tot en met Z. En we worden in de maling genomen. Want kijk nou eens naar China, dames en heren. Kijk nou, dit is de Chinese muur. Dat was deze week. Ja, als je zit te luisteren kan je niet zien. Maar het is de Chinese muur vol met mensen. En China is al maanden gewoon open, hè? En wij worden hier in dat sprookje gehouden dat de virus gaan we wel verslaan. Op een gegeven moment is het, oh Hans, 0 doden vandaag Hans, 0 geïnfecteerde mensen, we gaan leven tot oneindig Hans, het is ons gelukt Hans, Hans, hallo Hans, oh nee Hans heeft een hartaanval gehad. Nee. Dus het hele idee dat we ooit op het nulpunt komen, dat gaat natuurlijk met een virus nooit gebeuren, maar we worden wel aan het lijntje gehouden. En China helemaal open. Mensen op elkaar. Mensen partyen in Wuhan. Weten we dat nog? Gewoon op elkaar. Precies wat we hier ook al lang kunnen doen hoor. In Rusland doen ze het ook. Dit was de wedstrijd. Even kijken hoor. Spartak Moskou tegen Zenit Sint-Petersburg. En Poetin weet toch ook wel wat hier aan de hand is. En die lacht ons voor de zoveelste keer toch weer uit in het Westen. Wat heeft die man een lol gehad de afgelopen jaren? Zeg, eerst dat gelul met dat Rusland verantwoordelijk is voor Trumps verkiezing. En nu dit weer met het Kiona. Ja, hij speelt het spelletje wel mee met zijn vaccin. En hij laat gewoon voor voetbalwedstrijden. 20.700 toeschouwers waren aanwezig bij Spartak Moskou en Zenit Sint-Petersburg. En Rutte zegt hier gewoon je bek houden en je mag niet zingen in de kerk en je moet gewoon je bek houden. Weet je hoe lang, jongens, accepteren we dit nog? Ik ben het helemaal eens met wat in Staphorst, dit ook, de orthodoxe Joodse gemeenschap in New York, die zegt, we gaan gewoon door. We vertrouwen namelijk liever op God dan op de overheid. En dat is ook zo. Een van de grote mysteries voor mij is, hoe kan het dat voor Kiona in ons leven kwam, de sluipmoordenaar, de onzichtbare vijand, killervirus, infecties, besmettingen. Voordat dat in ons leven was, niemand vertrouwde de overheid. Niemand vertrouwde de overheid. En nu zit er, wat mij betreft, een veel te grote groep, en vanaf dag 1 was dat al, dat mensen die niks hadden met de overheid, niks vertrouwden, opeens zeiden, oh, oh, help ons, help ons, help ons. Dat is een van de grote mysteries. En dat er nog steeds mensen zijn, nog veel mensen weer afgehaakt, dat weet ik ook wel. En met de dag worden dat er meer. Maar er zijn nog steeds mensen die hangen aan de lippen van de overheid opeens. Terwijl daarvoor, waren ze ervan overtuigd, die zijn er niet voor ons. En daar hebben ze gelijk in. De overheid is iets aan het uitrollen. Een heel internationaal plan, een heel internationaal ding. Dat weet ik ook laten horen. Mark Rutte, die stond hier, had hij weer een nieuw leuk climate deal getekend. En zei die letterlijk van, we moeten meer macht weggeven aan de World Health Organization en de United Nations. Deze mensen blijven maar, wat in België ook gebeurd is, blijven maar macht weghalen bij de Nederlanders en bij de Belgen en bij de bewoners zelf. En bij het land zelf. Om in zo'n internationaal ding, wat ook wel de New World Order genoemd wordt, en dit is de grootste, zeg maar, bijna staatsgreep die nu plaatsvindt, hè, want onze rechten worden weggenomen. Het is ongelooflijk wat hier gebeurt. En die hebben we zelf opgegeven, omdat te veel mensen bang waren voor corona. Killervirus. En dat is dan wel. Maar het is ongelooflijk hoe makkelijk politici, als ze eenmaal op een bepaald niveau komen, dat ze zich helemaal overgeven aan dat internationale globalistische plan. En het is wel leuk dat het is overduidelijk dat dit nu aan de gang is. Voor de mensen die het al langer weten. Stel, je zat eigenlijk te wachten op een moment dat ze voor die greep zouden doen. Maar dit is een minister in Australië. En die versprak zich zowaar. Dit is the Honorable Brad Ronald Azard. En die versprak zich. Luister goed naar wat hij zegt. Both a safe place and a dangerous place.
we must treat this new world order, this new world of COVID, we must treat this new world of COVID, even in our own homes, with a high level of care and caution. En hij zegt het dus echt. We must treat this new world order, the new world of COVID. Moeten we het serieus nemen. En waar het over ging overigens, dat is ongelooflijk. Dit ging dat hij zegt dat het thuis heel erg gevaarlijk tegenwoordig is. Het is namelijk heel besmettelijk. Ze hebben namelijk één iemand in Australië gevonden. Die is besmet gewoon in de eigen huiselijke setting. Dus nu is ook je thuishaven wordt gevaarlijk. En dat zie je toch nu al. Die hand, die greep naar binnen in onze huiskamers, in onze families. Die is er toch al. Hoeveel discussies gaan er op dit moment niet over kerst? Ja, ik weet toch niet of we bij elkaar kunnen komen. Maar als we dan bij elkaar komen, ja, dan wel zo uit elkaar. Wat zijn jullie mee bezig? Geef de overheid nooit zo'n macht dat ze bij je thuis kunnen komen. En je weet, dat wilden ze doen met de noodwet, hè? Maar goed, dan hebben ze dat eruit gehaald. Maar de vraag is alleen al, met de noodwet, wie verzint dat om het ook voor te stellen? Dat je gewoon binnen kan komen en dat je families waarvan er verwacht wordt van ja, dat dochtertje heeft corona, we halen je weg, we gaan je in quarantaine zetten. Want dat stond in die noodwet. Wie verzint het? En dat geeft heel goed aan hoe ze daar zitten te denken. Want het ding is namelijk, het feit dat je de macht hebt, betekent niet dat je het moet gebruiken. Maar deze gasten vinden het fantastisch om het te gebruiken. En het is ongelooflijk en ze zijn niet te vertrouwen. En het lijkt in een belachelijk, belachelijke samenleving. Hi Robert, deze poster trof ik aan bij een orthodontist bij ons in de buurt in Den Haag. Het is geen grap. Hier komt het. Handen ineen, van belang voor iedereen. Vermijd aanraking binnen de praktijk. 1. Na binnenkomst meteen je handen desinfecteren. 2. Sla de handen ineen. Raak niks meer aan. Houd de handen zo tijdens je hele bezoek. Er staat een foto bij van de handen in elkaar. 3. Neem plaats in de wachtruimte. Je wordt opgehaald. 4. Pas als je de praktijk verlaten hebt, mogen je handen weer los. Dus dan moet je de hele dag zo zitten. Jongens. Je laat je toch zelf niet zo behandelen. Hi Robert, ik bekijk elke keer je uitzendingen met veel belangstelling. Eergisteren hadden wij een verhaal. Mijn zoon, een jongen van 13, kwam thuis met een verhaal waarin mijn bloed begon te koken. Zijn vaklerares is zo geïndoctrineerd door dit hele virus dat zij doet aan een soort van mishandeling op haar leerling die misselijkmakend is. Mijn zoon en nog een paar boefjes dragen namelijk geen muilkorf. Onder de les waren er wel een paar kinderen die ze droegen. Ze kwam onder de les aan met opmerkingen die tot kotsneigingen aanzetten. Ze betichtte mijn zoon en de boefjes dat ze egoïstisch zijn. Want door deze relschoppers kan zij niet meer naar haar moedertje toe. En gaf de gemelkorf de complimentjes dat zij wel aan de medemens dachten. Toen hij thuis kwam vertelde hij me dit verhaal. Ik stand te peden zijn mentor gebeld. En daar zijn woorden gevallen die ik hier maar niet zal herhalen. Het kwam er in ieder geval kort op neer dat die trol aan pure mishandeling deed. En mocht zij zo graag naar moedertje toe willen, ze anders maar ontslag moest nemen. Bijgevoegd het sms'je wat erna werd verzonden door de mentor. Ik hoop dat je dit in je uitzending terechtkomt. Want jongeren zo proberen te indoctrineren is mijn inziens een vorm van mishandeling. Goed, Patrick, daar bij deze. Dus het was, hier is ook het appje. Beste ouder van puntje puntje. Ik heb met de desbetreffende docent hierover gehad. Als het goed is, gebeurt het niet nogmaals. Met vriendelijke groeten. Nou, mits het wel weer gebeurt, zal ik het hoger opzoeken. Dit is geen manier van omgang met je leerlingen. Met vriendelijke groet heeft Patrick teruggemaild. Maar zie je, dit is, mensen vechten terug. Dit kan je gewoon doen. Luister, totdat de schoen van de militair in je nek staat, moeten we alles doen wat we kunnen doen. Dat is het gewoon. En daarom is het ook zo. Weet je, al 5% van Nederland. Stel dat 800.000 man niet meer meewerkt. Wat, dan moet het leger ingezet worden. Maar kijk eens naar Duitsland. En mensen, Duitsers, jongens, dat worden nog onze goede vrienden ook. Hè? Die gasten, denk je dat die dat nog lang pikken, dit allemaal? Gebaseerd op 10.000 doden in Duitsland. Een land van 73 miljoen mensen. En
Dat, je moet oppassen, jongens, met je kinderen. Je moet echt oppassen met je kinderen. Luister goed wat ze naar binnen gegooid wordt daar op die scholen. Want dit is, volgens mij, het is Duitsland of misschien is het Oostenrijk. Je weet, ik spreek überhaupt geen Duits. Dit is een dame heeft dit gepost. Dat haar jonge kind kwam thuis. Met een soort van, hoe moet je het zeggen? Het is een soort van kleurboek of zo. En ze moesten, het was een puzzel die opgelost moest worden. En het was eigenlijk, werd er gewoon verteld. Van ja, wat moet je doen? Wat is goed gedrag voor kinderen? Hè? Voor kinderen. Nou, en dan komt het op het eind komt het erachter. Je moet je gedragen eigenlijk als volgt. Je moet een mondkap op. En wat je niet moet doen, maar dit is wat je dus niet moet doen. Dat zijn kinderen. Hè? Je mag niet met elkaar spelen. Je mag niet elkaar een zoentje geven. En je mag ook niet zingen. Dus deze tekeningen worden laten zien. Je moet het tegenovergestelde doen. En de tegenovergestelde tekeningen zijn zo somber, zijn zo vervelend. En zo worden die kinderen nu al klaargestoomd op een onmenselijk leven. Zonder contact met elkaar te komen, met de mensheid en met elkaar. Het enige wat ik altijd wel eens denk is dat kinderen zijn zo flexibel. Dat als wij op tijd nog ingrijpen, dan is dit nog wellicht te redden. En er zijn ouders die goed terugvechten en niet bang zijn. Wees niet bang voor de consequenties. Wat kunnen ze doen? Ja, ze kunnen heel ver gaan. Ja, joh, dan moet je maar even met wat angst leven. Dat is nou eenmaal zo. We leven niet meer in een wereld waar het helemaal perfect is en waar bepaalde nare gevoelens er niet zullen zijn. Want die zullen nog heel lang blijven. En dat moeten we maar mee leren leven. Het betekent niet dat het leven één groot drama wordt en dat we ons moeten ophangen en dat we moeten huilen. Oh, ik wil niet meer verder. Nee, sterk zijn. Maar accepteren dat er inderdaad hele vervelende dingen aan de gang zijn. En dat gevoel, om dat kwijt te raken, moet je confronteren. En de mensen confronteren. Niet bang zijn voor consequenties. En kinderen zijn flexibel. Dat is echt waar. Hi Robert, ik ben erg fan van je show. Kijk altijd even heerlijk. Geen propaganda zien. Ik ben een moeder van 2 kinderen. 1 van 10 en 1 van 13. Deze 2 zijn ook erg wakker. En daar ben ik heel blij mee. Weet van 1 dat 2 juffen anti-Trump is. Mijn dochter van 13. Mama, hij is toch een goede man? Ik zeg, ja, dat is zo. Maar weet ook dat mensen alleen de media volgen. En nooit zelf onderzoek gaan. Want dan kom je erachter wie en wat Trump echt is. Mensen kijken alleen media, lezen de kranten en doen nooit zelf onderzoek. Ik zeg ook altijd dat je nooit zomaar iets moet aannemen. Ga op je gevoel af en onderzoek het. Zo heerlijk dat mijn kids zo wakker zijn op die leeftijd. Oudste 13, jongste 10 jaar. En ze zijn ook klaar met het virus en mondkapjes. Kinderen zijn de toekomst. Er zijn allemaal dingen waar we sterker in moeten worden. En die confrontatie maar aan durven gaan met alle consequenties van dien. En dan wil ik tot slot nog even dit delen. Ja, ik moet heel even zoeken. Ik heb zoveel fantastische dingen wederom die naartoe komen. Beste Robert, ben 68 jaar en zit af en toe in de trein. Met een perforator wat extra gaten aangebracht. Niet meer benauwd. Heb nergens kunnen vinden wat er voor een regelgeving over gaatjes is. Ben dus gezagsgetrouwe Hollander. Ik neem aan dat je kijkers kunt dit aanprijzen. Met een viltstift kan je ook zelf passende teksten aanbrengen op je mondkap. Ja, ik ga ze niet doen. Jullie weten, ik verkoop nog liever heroïne. Ik doe niet mee met die verkoop van die dingen waar ik niet in geloof, waar ik niet achter kan staan. Maar goed, hij houdt zich aan de wet. Jongens, sterk worden. Het leven is te mooi om het zo weg te gooien en het weg te geven aan deze psychopaten. Klimaatdrammers, radicaal geïndoctrineerd onderwijs en linkse media zijn lang genoeg de enige met een podium geweest. Dat is veranderd. Maar het kan alleen zo blijven met jouw steun. Ga naar jensen.nl en hou het onafhankelijke geluid in de lucht. Voor links uit deze show en het laatste nieuws, ga naar jensen.nl.